Dames en heren, welkom bij deze server update. Ik heb nog allemaal spullen in mijn hand. Die doen we even weg. En we doen eventjes de regen uit, want anders dan, ja. Zo. Oké, nou. We kunnen dus naar de winkel. De winkel is een beetje geüpdate. We hebben wat uitgebreid. Oh, ik zie dat het ei mist. Dus even het eitje weer plaatsen. Zo. Om alles een beetje up-to-date te houden. Nou, hier is dus de winkel. De winkel is aangepast. Maar we hebben ook een tweede winkel, dat ga ik jullie zo laten zien. Nou, er zijn al lekker wat huisjes gebouwd. Nou, dit is dus zeg maar gebouwd door Robim nog wat. Hier is Maaike bezig met iets. En dat is een huisje. De wereld begint zich al lekker op te vullen. We hebben wat paden gemaakt. Iedereen is huisjes aan het maken, zoals je ziet. Er zijn ook al best wel wat mensen online elke keer. Ratje heeft hier van alles gebouwd. Dit is van één persoon allemaal. En toen viel het Skype-gesprek weg. Waarom? Echt? Oh nee, dat is iets anders. Laat maar. Hallo. Lol. Nou, we hebben allemaal paden gemaakt. En wat we ook hebben gemaakt is dat gebouw daar. We moeten nog even kijken wat we daarmee gaan doen. Ja. Want ik denk dat het ergens anders in de wereld komt. Hé, hey, er staat ook ineens een random netherport al. Ja, heel raar hè. Ik zal die even weghalen. Ja, zo moeten we de server altijd up-to-date houden. Ja, echt random. Heel random. Midden, pad. Deze. Eventjes alles fixen. Zo. Ja, met een heel groot plein ervoor. Hier is iemand bezig met een kasteel. Moet ook nog even verplaatsen. Even kijken. Wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer eigenlijk veranderd? Oh, ik zit hier wel in mijn pyjama. Dat is misschien een beetje stom. Hallo. Ja, ik zit hier nog in mijn pyjama. Ja, dat was het dus een beetje, hè? De update. Ja, zoiets. We hebben wat foutjes gefixt. De stores aangepast. Dat hebben we nog meer gedaan. Niet heel veel. Wat er ook nog aankomt, dat is toch wel van die hokjes dat je zelf je winkeltje op kan zetten. Ja, je eigen winkel. Je eigen winkel, misschien voor goedkopere prijzen of voor duurdere prijzen. Join the server. Het IP staat onder in de beschrijving. Ik moet nog even aanpassen dat het automatisch gaat. In elke video staat het IP in de beschrijving. Ja, dat is een goed idee. En wat we ook nog hebben is een shop. Ik moet eventjes Google opzoeken. En dan naar... Bramgaming.engine.com. Als je daar naartoe gaat, dan kom je hierop terecht. Nou, wat we dan doen is, we gaan naar de serverwinkel. En dan kan je voor €2,50 de Oké, wacht, dan moet ik wel eerst eventjes de laten zien allemaal. Zo, kijk. Kom je dus hier terecht. Bij home kom je dan terecht. Nou, dan zeggen we welkom op de Bram Gaming server. En dan serverwinkel. En dan heb je hier een hele mooie dine map. Die kan je voor €2,50 kopen. En dan krijg je dus zeg maar dit. Dan kan je mooi een beetje kijken wie allemaal geclaimd heeft. Waar iedereen is. En hoeveel hartjes ze hebben. Of ze armor aan hebben. En wat allemaal te doen is. Je ziet hier ook die gebouwen, je ziet hier dat er een hele pad, allemaal claims. Rood zijn de claims van de mensen en blauw zijn de claims voor de admins. Je kunt ook, ga maar naar rechts en dan klik op Worlds en dan de andere dingen. Oh ja, je kan ook op 3D. En je kunt ook ondergrond. Ondergrond? Ja, onder de grond kun je ook kijken. Je ziet de hele wereld, kun je alles zien. En onder de grond, en je kunt de nether kijken, en de end. Ja, dat je kan heel veel dingen bekijken. Ja. De end. Zou er al iemand in de end zijn geweest? Nee. Denk het ook niet. Oh, hij moet het helemaal laden. Oh nee, dat kan niet, want er is er gewoon nog niemand geweest. Huh? Maar dat is dus zeg maar de grote update. We zijn er echt nog elke dag mee bezig. Ja, paden maken. Nou ja, paden maken hebben we niet echt heel veel gedaan de laatste tijd. We vooral... met de winkel bezig geweest en... Oh, enorme jungle zie ik op Timelab. Echt enorm. Zie je dat ook? Waar? Nou, als je helemaal uitzoekt. Oh. Zie je dat? Enorm. Ja. Iemand heeft er helemaal naartoe gelopen. Toen is hij gestopt. Ja. Lol. Heel mooi. Maar dat is... Kijk, er zitten best wel wat spelers op de server elke dag. En het gaat goed. We gaan de server ook echt updaten. De vorige keer was het een beetje rustig op de server. Maar vandaag niet. Base server niet. En we proberen hem ook gewoon helemaal mooi up-to-date te houden. En alle random crafting tables weg te halen. En zo.
Ja. Shit. Dat kasteel moet echt even verplaatst worden naar ergens anders. Ja, ik wil hoor. Maar goed. Hier is zelfs twee mensen zich gevestigd. Ja, ook aan de andere kant zijn veel, hè? Aan de andere kant van het tunnel. Er zit een restaurant. Van, ja, restaurant van Ratje. Ja. En oh, er zit ook nog iets anders. Een andere van... Ook van Ratje. Hallo. Leuk. Kijk, dan kan je dus ook zien van wie je claim is. En ik weet niet, misschien gaan we ooit een keer PvP aan doen, een dag of zo, of een twee dagen. Ja. Yeah. Kunnen mensen met elkaar bellen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Ja, en tot de volgende keer. Kom op de server. De IP is... staat onder in de beschrijving. Bramgame.ddns.net 2555 5 4 keer 5. Oh, hier is ook, oh, hier is een ondergrondse. Oh, dit is leuk. Wie heeft dit gemaakt? Gamen met Sven. Ja, daarnaast, dat is van Mia. Dat is echt mooi. Ja, vind ik ook. Wat is hier aan doen? Enchanten. Heeft iemand dirt? Nou, goed. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot de volgende video. Bye. Sorry trouwens dat de facecam nu een beetje laag is, maar dat komt omdat ik in mijn pyjama zit. Hallo. Ja. Bye.